50.000 toeschouwers dus in de Amsterdam Arena. De wegen naar Amsterdam-Zuidoost waren verstopt vanmiddag. En Ajax deed een bericht uitgaan. Kom niet meer naar de open dag. Het is vol. Groot feest eigenlijk de hele dag in Amsterdam. En dit is dan de grote wedstrijd van vanavond. Na die twee andere wedstrijden die we hebben gezien. De D1 van Ajax en de D1 van Manchester United. 2-2. En zojuist dus het WK-elftal van Guus Hiddink uit 98 tegen Ajax uit 95. En nu de actieve voetballers. We zien Deli Blind, we zien Alderweireld, we zien Kenneth Vermeer. En daarnaast Rio Ferdinand. Natuurlijk veel spelers van Manchester United in het Dream Team van Edwin van der Sar. Met Dirk Kuyt, met Rooney, met Neville die al is gestopt. En natuurlijk met Ryan Giggs, die er nog een jaartje aan vastpakt in Engeland. In het elftal van Sir Alex Ferguson. Het is een familiedag in de arena. De oudere fans kwamen misschien voor het elftal van 95 dat de Champions League pakte tegen AC Milan in Wenen. En de jongeren die komen voor het Ajax van nu onder leiding van Frank de Boer dat de competitie zondag begint tegen de Graafschap. We zien Theo Jansen die toch wel zijn ogen uitkijkt in deze entourage. En dan natuurlijk ook bedenk dat hij nu bij een club speelt met een enorme historie. En die historie is voelbaar vanavond bij de testimonial van Edwin van der Sar. Want in Engeland is het gebruikelijk dat als een speler afscheid neemt, dat er een afscheidwedstrijd wordt georganiseerd. Dat was zo bijvoorbeeld ook voor Dennis Bergkamp in 2006 tegen Ajax in een enkel mindere entourage in het Emirates Stadium dat toen werd geopend. En dit is een veel grotere gebeurtenis met grote namen dus voor Edwin van der Sar van 29 oktober 1970 uit Voorhout. Die debuteerde voor Ajax 1 op 23 april 1991 tegen Sparta toen Stanley Menzoon geblesseerd uitviel. Het Ajax van nu komt het veld op. Met Theo Jansen dus en Kenneth Vermeer. En met in de basis ook Jan-Marie van der Heijden terug van Verhuur aan Willem II. En met Vertongen die er nog steeds niet bij is, nog steeds geblesseerd. Misschien haalt hij wel komend weekend. Dat is
in acht te nemen. Vier landstitels met Ajax. Vier met Manchester United. Twee keer de Champions League. Eén keer met Ajax, één keer met Manchester United. En twee keer de Wereldbeker. En zo zijn er nog veel meer prijzen voor Edwin van der Sar. Een groot keeper. Bijna twee decennia lang op doel gestaan. In het grote Ajax onder leiding van Louis van Gaal midden jaren 90. In het grote Oranje. Met als hoogtepunt toch in halve finale op het WK in Frankrijk onder leiding.